Ja, nou. En dankzij de AWB ben ik weer thuis. En de accu was leeg, de 12 volt accu. Dus dankzij deze twee dingen konden we nog gewoon bij de accu. En als je de accu wil gebruiken, als die leeg is, dan moet je dus hier dit dingetje pakken. Dan kun je hier 12 volt aansluiten. Zo. Dus dat hebben we gevonden. En dit er weer op. En hij ging naar huis. En hij staat nu weer te laden. 2 kilometer weer van mijn huis af. En ik had weer een ellende. Maar de AWB is er weer en de hele straat vraagt zich weer af wat er weer aan de hand is. Dus dames en heren, de Model X. Als je daar nog 2 kilometer op hebt, zoals ik, of 3 kilometer, dan houdt hij er gewoon spontaan mee op. Dan gaat de 12 volt accu, die wordt niet opgeladen, die stopt ermee. En heb je nog 1 of 2 kilometer, als je nog 1 of 2 kilometer op die Tesla Model X hebt, stopt de 12 volt accu met laden. En daardoor kun je gewoon niet meer verder rijden. Dat is echt, het is niet de grote accu het probleem, want ik had nog 1 of 2 kilometer erop. Maar de 12 volt accu stopt met laden, dat is een piepklein dingetje. En dan is alles ellende. En dan heb je weer de wegenwacht nodig. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Het is nu ik weet niet hoe laat het is. Hoe laat is het nu? Hè? Ja, ik ben dus om 7 uur ben ik gestopt met die ellende. En nu om 10 uur ben ik weer terug thuis. Dan ga ik lekker de warmte in. Bedankt voor het meeleven.